Ja, Justine, eerste puntenverlies van de campagne. Wat liep er mis? Veel kleine dingetjes, denk ik. Eerste helft te laat op de bal, niet agressief genoeg, dom balverlies, niet genoeg kansen gecreëerd. Ik denk dat we dat... Ja, ze hebben ook geen kansen gekregen, maar we hebben niet ons spel gebracht, waardoor we veel kansen kunnen creëren en doelpunten kunnen maken. En dat was vooral het eerste helft het probleem, maar ik denk dat we daar in de tweede helft beter zijn uitgekomen. Ook beter ons spel hebben kunnen brengen. En ja, oké, we krijgen een penalty, we scoren. Het is gewoon spijtig. Ja, want in de eerste helft, er was wel opbouw van achteruit, maar het ging soms wel echt traag. Ja, ze zetten ons goed vast. We kwamen er niet echt uit, zoals ik al zei. We waren iets te traag in onze reactie. En al die kleine dingetjes, dat brengt natuurlijk één groot ding, waardoor we niks kunnen opbouwen. En we krijgen daar die vrije trap, die Laura fantastisch schiet en wordt afgekeurd in goal. Waarom, weet ik ook niet. Maar dat zijn kleine dingetjes die één groot geheel maken, waardoor we hier 1-1 spelen. En dan lijkt het dan toch nog de overwinning te pakken en dan in minuut 93 nog een strafschop tegen. Ja. Ik denk dat het niet echt hands was. Ik weet veeltjes lag erop, maar met haar buik en niet met haar handen. Dus op zich denk ik niet dat ze penalty kan fluiten. Maar oké, de ref heeft besloten. De wedstrijd is afgefloten en het is 1-1. En nu op naar Italië. Dat is dan wel nog iets meer van moeten nu? Ja, het moet altijd. En ik denk, wij kunnen Italië gemakkelijk aan. Als we ons spel brengen, als we er allemaal in geloven... En dan, Italië heeft evenveel schrik als van ons dan elke andere ploeg. Ik denk dat wij geen te onderschatten ploeg zijn en Italië weet dat ook. Kunnen we deze domper dan snel relativeren naar dinsdag toe? Ja, dus vandaag is dat gewoon afhaken, doorslikken, morgen daar nog even over praten. Maar dan is het op naar Italië en daar moeten wij een prestatie neerzetten en we geloven daarin. Oké, precies.